Nou, jullie, ben je blij dat de Eredivisie weer begonnen is? Ja, tuurlijk. Eindelijk serieuze wedstrijden. En, waar het weer om het echt gaat, dus daar ben ik wel blij mee. En nu dan de eerste thuiswedstrijd? Ja, dat is altijd mooi om de eerste thuiswedstrijd te spelen. En ja, natuurlijk een goed resultaat halen en gewoon voor de winst gaan. Peter, je hebt vandaag in Gelderom getraind, om een speciale reden? Nou, we hebben daar een mat in liggen die toch iets anders is dan hier. Dus dat was voor ons een mogelijkheid, nu de velden heel goed zijn, om daar even lekker op te trainen. En voor zeker de nieuwe jongens nog wat meer te wennen aan ons stadion. En dan Rode JC, de eerste wedstrijd gewonnen. Wat kun je nu al zeggen over dat team? Ja, dat het wel een hecht team is. En ja, dan heb je ook kunnen zien dat ze gewoon toch ook wel kwaliteit hebben. Maar ik denk dat we gewoon aan onszelf moeten kijken. Als wij gewoon ons spel spelen, dat we gewoon de betere partij zijn. Alleen, ja, ze hebben gewoon een goed collectief, dus daar moeten we voor oppassen. Er is natuurlijk pas één speelronde gespeeld, maar kun je al zeggen wat voor team dat is? Ja, toch wel. Omdat zij niet alleen natuurlijk de laatste wedstrijd tegen Heracles gespeeld hebben, maar ook daarvoor al wat vriendschappelijke wedstrijden gespeeld hebben. En dat doen ze in een 4-4-2 formatie met een ruit op het middenveld. En daar waren ze succesvol mee tegen Heracles. Dus ik verwacht niet dat ze dat tegen ons zullen veranderen. Verwacht je weer dit seizoen vaak wedstrijden waarin Vitesse het spel moet maken en de tegenstander afwacht? Ja, ik denk dat het wel vaak kan gebeuren dat wij het spel moeten gaan maken. En dat ze dat ploegen meer afwachten en op de counter gaan spelen. En ik denk dat het dit seizoen ook wel gaat gebeuren. En daar moeten we gewoon goed op reageren. En dat weten we nu inmiddels. Omdat wij willen gewoon dominant zijn aan de bal. En dan is aan de tegenstander vaak om af te wachten. Ja, zijn er spelers die er niet bij zijn morgen? Ja, uiteraard. Want we moeten toch keuzes maken, hè, met de selectie die we hebben. Dus dat doen we. De enige die fysieke problemen heeft, dat is Michael van der Werf. Het gaat wel steeds iets beter, maar dat heeft nog wel toch even wat nodig. Dan hebben Kruiswijk, Ibarra en Jeni hebben een minuut gemaakt bij de belofte. Zijn die fit genoeg om bij de wedstrijdselectie aan te sluiten? Ja, Jeni vind ik nog niet. Die traint wel gelukkig weer volop mee, daar zijn we heel blij mee. Hij heeft inderdaad ook een helft gespeeld. Maar die pak ik er morgen nog niet bij. Kruiswijk en Ibarra zitten er wel bij.